We hebben hier een Isekje Landhop 147. In goede toestand. Voor een achterbandje zien er nog prima uit. Even een achterhefje met een afterkas. Die heeft meerdere standen. Zo kijken. Daar heb je de achterkas. Vierwielaandrijving, spare differentieel. Dus zijn versnelling 1, 2, 3 vooruit, 1 achteruit en 0 laag hier. Die zit daar. Dus in principe 6 vooruit, 2 achteruit. Dat is de koppeling. Er zit een gezondband erop. Deze is voetgas, rem. Voelt zit er nog prima uit. Extra controles op voor de achteraf. Wat het precies allemaal doet, maar heel eerlijk in, dat weet ik ook niet. Drieslinder, Mitsubishi motortje, Lotto diesel. Ziet er ook nog prima uit. Het andere kantje. Er zit nog een frontrugje op. Voorkantje ziet er nog prima uit, niet helemaal kapot ofzo. En een rondje over hem heen lopen. En dan na 521 uurtjes gedraaid. We kunnen even een keertje starten. Eén keertje omdraaien. Moet je even wachten dat het volgloei voorbij is. Als het lampje uitgaat, kun je starten. Een koppeling in. Dus de achteruit, ze zit in de hoogte. Gas geven voor de